Wat ik jullie zeker en vast ook vandaag nog eens wil tonen, dat zijn de nieuwe hoekpallets van Van den Enden uit. Nu, dat zijn pallets, ik heb die al even getest en ben echt super fan van. Het grootste voordeel daarvan is dat er 0,0 vismeel in zit. Er zit echt niks van vismeel in. En dat is echt het grote voordeel voor vijvers, commercials, waar veel krabben zitten of paling. Je zal zien en merken dat de paling en de krabben er echt wel veel minder last zal van hebben met deze pallets. Een ander voordeel is dat ze ook bleek zijn van kleur. Dus als je een donkere korrel voedert en je gebruikt deze korrel, door de kleur zelf, je zal zelf merken dat het een aantal extra aanbeten kan opleveren. Anderzijds ook, heeft een vlakke kant. Die vlakke kant die is er ook heel goed voor in de kant te gooien op stenen bijvoorbeeld. Blijven die veel beter liggen. Ook als een vis slaat met zijn staart bijvoorbeeld, het is een hele zware korrel. De korrel zakt echt heel goed naar beneden. Je kan hem ook heel gemakkelijk gebruiken. Zet hem gewoon de dag ervoor juist onder water, zo de frigo in. Je zal zelf merken, het water is helemaal opgezogen. Dan komt hij eigenlijk er zo uit. Gewoon opschudden en is perfect voor gebruik. Is redelijk hard, je kan ermee aan de haak opprikken en aanslaan, een beetje markeren. Je zal zelf merken dat meestal de pallet er zelf nog aan hangt. Je kan er ook de pallet gewoon onder water laten. Die scheuren niet, tegendeel. Ze gaan juist een klein beetje slijmen. Het lijkt een beetje op kikkerruimte, maar ze zijn super in textuur. Heel zacht en zinken al van zijn eigen. Je kan ze ook heel makkelijk een smaak of een kleurstof aan toevoegen. Ze nemen heel makkelijk op. Ik zou zeggen, ik heb ze al eventjes geprobeerd. Ik ben er echt super fan van. Ik heb die ook altijd bij op de commercials. Zeker als ik met de pallet vis. Ik kan die voor de stok gebruiken, maar je kan die ook voor de method gebruiken. En dat gaat straks mijn collega eventjes tonen. Veel succes alleszins. Hallo, mijn naam is Van Damme David. Ik ga jullie uitleggen hoe dat ik de hoekpallets van Marcel van den Enden kan klaarmaken. Mijn collega Hendrik van den Berg heeft jullie al uitgelegd hoe dat hij het doet voor de vaste stok. Ik ga jullie uitleggen hoe dat ik het doe voor met de method feeder vis te vangen met de hoekpallets van Marcel van den Enden. Dus wat doe ik? Ik neem een aantal pallets. Verdeel ze mooi. Het is belangrijk dat ze mooi verdeeld zijn over het kleine kommetje, want ik maak ze vooral nat met een verstuiver. Dus ze zijn mooi verdeeld. Ik verstuif ze volledig. Klein beetje. Een beetje omroeren. Terug verstuiven. Nu laat ik die 5 minuten rusten. En dan ga ik ze terug verstuiven. Oké, we hebben nu 5 minuten gewacht. We gaan ze terug helemaal nat maken door te verstuiven. Terug weer een beetje opschudderen en terug verstuiven. Zo. Nu zijn ze volledig ringrond vochtig gemaakt. Ik laat die normaal een nachtje rusten. En dan hebben ze al het vocht opgetrokken en zijn ze nog heel hard, maar toch zacht genoeg om te kunnen gebruiken als AHK's voor de method feeder. Voilà, en de tweede manier om de hoekpallets klaar te maken. Ik vis graag met een geurtje, met een kleurtje, met wat smaak aan. En daarvoor hebben we onze boosters. Dus hoe doe ik dat? Gewoon de hoeveelheid pallets dat je nodig hebt in een potje. Vullen met de booster. En 5 minuten wachten. Oké, we hebben nu 5 minuten gewacht. Dat is juist genoeg tijd, zodat we een beetje vocht opnemen. We gieten niet volledig onze booster weg. De overschot gieten we gewoon terug weer in ons flesje. Voilà. We hebben minimaal aan verlies. En onze pallets hebben nu voor het moment chocolate smaak. Zoals je kan zien, voor elke sessie maak ik wel een paar smaken klaar.
Er zijn eindeloze opties met onze booster om bij onze hoekpallet bij te doen. Dus voor ieder zijn smaak is er wel een booster en een hoekpallet om klaar te maken.